In de studio is vandaag Mohamed Mohandis. U kent hem wel. Hij heeft in de Tweede Kamer gezeten, maar hij is een Gouwenaar. Hij zegt voor iedere Goudse jongere een stageplek. En daar komt een prachtige statement van hem. Want geen stage, geen diploma. Geen diploma, geen werk. Geen werk, geen toekomst. Hij heeft dat zelf verzonnen. Ja, iets wat ook dicht bij mij is gebleven, is dat toen ik voor het eerst mijn kandidaat stelde voor de Goudse politiek. Wanneer? Dan praten we in 2005. Hoe oud was je toen? 19. 19. En ik was 20 toen ik in de raad kwam, dus in 2006, voor het eerst in Gouda. Toen heb ik van dichtbij meegemaakt hoe moeilijk het is om een stage te vinden. En als je hem niet vindt, en er waren genoeg jongens om mij heen, en welke consequenties dat had. Dus geen werk, geen inkomen, geen toekomstperspectief. En dan ga je dus op straat hangen? Ja, er zit een directe relatie tussen geen stage lopen van school gaan. Je hebt geen startkwalificatie, je hebt geen volwaardig diploma om een baan te vinden. Dan heeft dat consequenties en zeker veiligheidsconsequenties op de lange termijn. Dat wil je niet. En daarom moeten we ervoor zorgen dat iedereen die gemotiveerd is en wil, maar een beperkt netwerk heeft, er alles aan doen om met gemeenten, met bedrijven en met de school een mooie driehoek vormen om ervoor te zorgen dat iedereen die graag wil die stage gaat lopen. Zodat hij of zij een diploma krijgt, zodat hij of zij een mooie toekomst tegemoet gaat. Ik hoor één woordje ertussen, gemotiveerd. Die jeugd moet gemotiveerd zijn, anders krijgen ze geen stage. Ja, kijk, als een jongere gaat studeren op het mbo, dan is het relevant dat iemand op tijd wordt voorbereid op die verplichte stage. Ja. Want dat is onderdeel van je opleiding. Ja. Dus het is heel relevant dat we die jongeren daarop voorbereiden. En het is belangrijk dat als je stage gaat lopen, dat je daar wel laat zien dat je daar trek in hebt, dat je daar zin in hebt. Dat je dus niet bij het bedrijf gaat zitten waar je stage loopt en dan heel de dag op je telefoontje of te bellen of zitten appen. Nee, je moet wel wat willen leren. En daarom is het ook belangrijk dat die begeleiding goed is, dat iemand ook duidelijk te horen krijgt wat coach van hem. Ja, dus je moet goede begeleiding hebben vanuit de school. Ja. Maar je kunt ook in Gouda zijn er heel veel vrijwilligers die zich heel graag willen inzetten als coach. Okay. En het initiatief wat wij recent hebben gelanceerd laat ook zien dat er ondernemers zijn in Gouda en vrijwilligers en gewoon mensen die actief zijn bij de Goudse Rotary en andere organisaties die zeggen wij willen ons ook inzetten voor jongeren om hen dat toekomstperspectief te bieden. En voor mij is elke jongere die onnodig uitvalt terwijl die gemotiveerd is er één te veel in Gouda en dat moeten we voorkomen. Ja. Gemeente Gouda zou een voorbeeldfunctie kunnen zijn, zeker kunnen hebben. Ja. Ik roep plantsoenendienst, maar dat is niet het goede woord natuurlijk. Hè. Er zijn altijd bij vuilnis en bij plantsoenendiensten kunnen we altijd wel mensen gebruiken. Maar dat is niet stage lopen, denk ik, bij de gemeente. Dat kan, maar het ligt aan welke opleiding je doet. Ja. Afhankelijk van de opleiding die je doet, of nou een bakkerij- en horecaopleiding is of een techniekopleiding is, daar horen bepaalde stages bij. Daar zijn ook bepaalde criteria. Waar ik op doelde als het gaat om de gemeente moet het goede voorbeeld geven, is dat ik het raar vind dat je pretendeert dat er een stageprobleem is binnen de gemeente. En dat je zelf niet zegt, wij willen elk jaar 5% van ons personeelsbestand moet bestaan uit stagiaires. Het liefst nog ook een verdeling tussen mbo en hbo, want hbo's komen makkelijker aan een stage. Daar is het ook niet allemaal fantastisch, maar die komen makkelijker aan een stage. Wat ik belangrijk vind is dat je als gemeente het goede voorbeeld geeft, zodat je ook tegen anderen kunt zeggen, Gouwestad of andere organisaties, u moet ook het goede voorbeeld geven, want wij zijn allemaal verantwoordelijk om stageplekken aan te bieden, want zonder die plekken krijgen onze jongeren ook geen diploma. En geen werk. Nee. En uiteindelijk geen werk. Maar nou, ik noem het beestje gewoon bij de naam. Als je De Vries heet, krijg je dan meer kans dan als je Mohandis heet? Toen jij 19 was. Nou, ik hoop dat Mohandis wel die kans krijgt. Maar we moeten zeker niet onderschatten dat discriminatie een hardnekkig probleem is. Nou ja, het is recent, het is actueel. Radar heeft ook laten zien dat er bedrijven en uitzendbureaus daar ook gewoon er een normale business van maken. Ik vind dat je daar paal en perk aan moet stellen door op zijn minst te beginnen met de volgende maatregel. Bedrijven die zich daar schuldig aan maken, daar hoor je als gemeente geen zaken mee te doen. En ik vind ook dat stagebedrijven die tegen scholen zeggen, doe mij er maar één, maar geen mo. Okay. Dat je dan ook zegt, sorry, in Gouda telt iedereen mee, ongeacht je afkomst. Het gaat om jongeren die hier zijn geboren, die autochtoon zijn. Ja. Mijn dochter weet niet beter dan dat ze Goudse is. Ja. Dan vind ik niet dat je moet afrekenen op afkomst, maar op toekomst. Ja, juist. Dat is een hele mooie. Geen afkomst, maar toekomst. Ja. Ook zo'n mooie statement van jou. Is die van jouzelf? Die is niet van mijzelf, die is van velen. Die wordt veel gebruikt. Ik vind hem mooi. Volgens mij, Sadiq Harshawi van de RMO, de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, claimt dat die van hem is. Maar geen afkomst, maar toekomst. Ja, niet je afkomst, maar je toekomst. Perfect, perfect. Ja. Maar jij zegt, zijn er bedrijven die zeggen, je mag alles sturen behalve een mo?
Is dat zo? Nou ja, Radar laat zien dat er gewoon keihard gediscrimineerd wordt. En ik heb ook wel verhalen. Ik bedoel, ik heb ook wel eens mensen gesproken die zeggen, ja, ik heb er wel eens eentje aangenomen, dat bevoelde me niet, dus ik hoef ze niet meer. Ja. Als we het over ze hebben, dan hebben we het over jongeren die hier zijn geboren. Ja. Je kunt geen pennenstreep zetten door een groep, omdat je een keer een slechte ervaring hebt gehad. Met zo één werkt van het niet. Ze. Ja, maar ja. Zo werkt het niet, want nee. Ze is Gouwenaar. Ze is autochtoon. Ja. Ze heeft opa en oma die ooit geboren zijn in Marokko of Turkije, maar is volwaardig Gouwenaar. Ze heeft misschien een andere kleur of een naam die misschien niet gelijk als Hollands wordt gezien, maar ze weet niet beter dan dat ze hier haar toekomst heeft. Dus we moeten die jongeren ook die eerlijke kans geven. En als ze gemotiveerd zijn en willen, dan moet je ze binnenhalen. Dan moet je er alles aan doen om hun toekomst ook een kans te geven. Mo, ga jij bedrijven langs zelf in Gouda en omstreken om daarover te praten, wat je nu tegen mij vertelt? Wat je tegen ons vertelt thuis? We hebben afgelopen dinsdag een vruchtbare bijeenkomst gehad, omdat we ook met scholen hebben gezegd, nou, lever die lijstjes aan om welke jongeren het gaat. Ja. En dan gaan wij ervoor zorgen dat daar waar een plek niet vanzelfsprekend is, binnen het netwerk dat we hier in Gouda hebben, daar zitten dus ondernemers bij. Daar heb ik hele warme banden mee. Om echt te kijken van, hoe gaan we ervoor zorgen dat we die talentvolle jongeren ook een kans geven. Dus we moeten echt alles uit de kast halen. Gemeente, ondernemers, mijn eigen netwerk, maar ook u en iedereen die daar een bijdrage aan kan leveren. Laten we ervoor zorgen dat de stagegarantie een garantie is waardoor onze jongeren het beste halen uit zichzelf. Eigenlijk zouden bij ons ook wat stagiaires moeten lopen, hier in de studio. Ah ja, kijk, ik zei net een kwotum. Iedereen gaat dan over de maatregel in discussie. Dat wil ik dan weer niet. Het gaat er mij om dat we het principe uitspreken. Waarom niet gewoon een percentage van je personeelsbestand bestaand uit stagiaires met een multimediale opleiding? Hè? Dus dat moet wel enigszins passen bij deze organisatie. Ja, ja. Maar dat kan. Ik las in de krant afgelopen dagen dat jij ook de Rotary enzovoort, de serviceclubs hebt benaderd. En dat zijn natuurlijk allemaal ondernemers hier in de regio. Ja. En heb je ze enthousiast kunnen krijgen, de besturen van de clubs? Nou, even de burgemeester, maar ook wethouder als Jan-Willem van Gelder hebben ook hun bijdrage geleverd. Ja. Iedereen heeft daar zich voor ingezet. Uiteindelijk ben ik samen met een paar van die ondernemers zijn we even gaan doordenken. Hoe gaan we dit nou sluitend maken? Ja. En ze zijn zeker enthousiast te krijgen. Het is ook belangrijk om te weten dat er verschillen zijn tussen dingen die worden geëist als het gaat om een mbo-stage of een hbo-stage. Daar zitten MBO, wel verschillen. Mbo, hbo en wat hebben we nog meer? VMBO. VMBO, WO, hè, dus wetenschappelijk onderwijs. Ja. Maar als je kijkt naar de maatschappelijke opdracht die we met elkaar hebben, dan gaat het om jongeren die een startkwalificatie moet halen. Dat houdt in dat je minimaal een mbo-diploma moet hebben of een havo-diploma. Ja. Ja, om verder te kunnen. Hoeveel leerlingen hebben we het over dit jaar? Die stage lopen of die nog wat zoeken? Die nog wat zoeken. Soms gaat het om tientallen jongeren en dat valt dus mee. Dat valt mee. Maar het zijn net die tientallen die als die uitvallen, dan heb je weer andere ellende. Ja. En ik vind het onacceptabel dat het om dat soort aantallen gaat en dat we er dan niet in slagen om binnen het netwerk dat we in Gouda hebben, bij hen die willen, ook die stage aan te bieden. Want we hebben het over duizenden jongeren die jaarlijks ergens in de regio een stage lopen. Ja. En het gaat economisch beter, dus nu gaat het goed. Maar ook in tijden dat het slechter gaat, kan het niet zo zijn dat jongeren uitvallen omdat die stage er niet was. Daar zullen we toch iets meer aan moeten doen met elkaar. En daar wil ik me voor inzetten. Het woord is gemotiveerd zijn. Ik dank je wel dat je hier was. Dit was het weer voor deze week. We bedanken onze gast in de studio en we hopen dat u met plezier heeft gekeken. Gouwenstad TV wordt per 1 maart vernieuwd. Vanaf maart kijkt u niet meer naar Gouwenstad Magazine, maar naar 3 verschillende programma's. In het programma Gouwenstad Actueel ziet u reportages over actuele onderwerpen uit Gouda en omstreken. In Gouwenstad Informatief hebben we wekelijks 1 of meerdere gasten aan tafel die over hun passie, hun beroep of hun hobby vertellen. Kijk dus naar Gouwenstad Informatief voor diepgaande reportages, bijzondere onderwerpen of thema-uitzendingen. Altijd up-to-date blijven, kijk Gouwenstad TV. Onze programma's zijn niet alleen via de kabel, maar ook direct te bekijken via de website www.gouwenstad.nl en dan klikken op uitzending gemist. En via YouTube onder de zoeknaam RTV Gouwenstad. Wat ons betreft, tot gauw bij TV Gouwenstad.